Journaal. Leuk dat jullie kijken. Het thema van vandaag is respect. We gaan het hebben over racisme tijdens voetbal, over het milieu in Ondiep en over de wijkopera op de plantage. Als eerst over het voetbal. Het WK komt er bijna aan en dat is goed te zien in Ondiep. We gaan naar onze voetbalverslaggever Dragan. Hallo, wij zijn hier in Ondiep. Zoals je ziet zijn er ook oranje vlaggen, die zijn natuurlijk voor Nederland. Daar de Italiaanse vlag, daar werd een hele beroemde voetbalspeler Mario Balotelli gediscrimineerd en daardoor is hij naar een andere voetbalclub gegaan, maar gelukkig is het in Nederland niet zo. En nu worden er door 3 jongens trucjes gedaan en daar volgt nog een wedstrijdje op. Genoeg over voetbal, we gaan het nu hebben over het milieu in Ondiep. Ons verslaggever op het plantage gaat het erover hebben. We staan bij de plantage in Ondiep, er ligt veel vieze dingen op de grond en veel mensen hebben geen respect voor het milieu en daardoor gaan veel dieren dood. Doordat mensen vuil op de grond gooien, gaan de meeste dieren het pikken van de grond en dan krijgen ze gif in hun buik. Daardoor gaan de meeste dieren dood en dat is respectloos. Deze mevrouw heeft wel respect voor het milieu. Nee, maar ook de lucht. We gebruiken veel te veel benzine, waardoor de lucht ook vervuild raakt. We moeten lopen of fietsen, want dat is ook beter voor het milieu. We moeten ook energie besparen, dat is ook beter voor het milieu. Kijk eens naar al die milieuvervuiling. Er zwerft hier zoveel vuil op de straat. En ik denk niet dat iedereen zich netjes houdt om alles in de bakken te gooien en mee naar huis te nemen. Daar in de vuilnisbakken gooien. Dus het kan hier in deze wijk zeker beter. Ik doe het glas in de glasbak. Ik doe papieren in de papiercontainer. Ik doe het vuil doe ik dus in de vuilniszak. Ons laatste item. Er wordt hard gewerkt aan de wijk Opera op de plantage. Daar staan onze verslaggevers om er meer over te vertellen. Dus hier wordt hier hard gewerkt voor een wedstrijd die nagemaakt wordt door in 1958, die tussen DOS en Ajax werd gespeeld. Het werd 5-3. En hier wordt dus nagemaakt. Ja. En wat is DOS? De D van DHC is DOS. En wat wordt hier allemaal gedaan? Ja, het wordt hier nagespeeld. Een daags podium. In de avond is het klaar. En het wordt 3 dagen achter elkaar nagespeeld. Ja, er zijn ook tribunes. Dag. We zijn hier binnengekomen en we willen meer informatie weten wat er daar buiten bij de plantage gebeurt. Dus gaan we aan mensen vragen of we ze het weten. Ja, loop maar even mee. Wat gebeurt hier? Er gaat vandaag hier een opera plaatsvinden. Jullie weten wat een opera is? Ja. Ja, dat is een drama en dan gezongen met veel muziek. En dat gaan wij opnemen voor televisie. En dat doen we dan met nu 7 camera's, misschien dat ik nog een 8. En die camera's die komen straks hier binnen. Dat zijn de recorders, zeg maar. Zie je? Allemaal opnameknoppen, beeldjes en dergelijke. Kan ik de camera's allemaal opnemen? Hier kan ik de camera's allemaal zien wat ze doen. En op de grote televisie die daar staat, die staat wat achter verstopt. Kan ik het ook zien. En dan kan ik hier kiezen welke camera ik wil zien op televisie. Maar waar gaat het over? Waar gaat de opera over? De opera gaat over de wijk. Wat er allemaal gebeurd is vroeger in de wijk. Zowel in de jaren 50, dat de DOS was dat geloof ik, de voetbalploeg die hier toen heel bekend was. Ja, DOS tegen Ajax. Ja, precies, DOS tegen Ajax, je weet het al. Hè? Die DOS won, hè? Ja, yes. Meteen. En dan worden er een aantal spelers die worden beroemd en die gaan de verkeerde kant op en er wordt er een doodgeschoten en er is een hoop ellende in de wijk en dan wordt de wijk op een gegeven moment afgebroken en weer opgebouwd en eigenlijk laat de wijk nu zien hier met deze opera dat er ook leuke dingen hier kunnen plaatsvinden. Ja, dank u wel. Tot je dienst. En nu gaan we het hebben over het weer. Het wordt gemiddeld minimaal 10 graden en maximaal 16 graden. Nou, dat was het en bedankt voor het kijken. Tot ziens.